Het Forum Groningen gaat vanaf volgende week open voor jongeren. Zij kunnen daar dan onder andere studieplekken reserveren. Dit werd 2 weken geleden al toegezegd door de gemeente, maar tot nu toe is het Forum toch dicht gebleven. Daarom pleiten de gemeenteraadsfracties van GroenLinks, de ChristenUnie en Student en Stad vandaag nog een keer voor de opening van het Forum. Gisteren werd bij de persconferentie van het kabinet bekend dat de coronamaatregelen zijn verlengd tot in ieder geval 20 april. En daarom vinden de partijen het extra belangrijk dat jongeren wel gebruik kunnen maken van het Forum. Ze zijn dan ook blij dat dit vanaf volgende week kan. Wat we zien is dat naast de coronacrisis we ook gewoon echt met een welzijnscrisis te maken hebben. Dus met name bij jongeren die veel sociale contacten nodig hebben, daar ook hun identiteit aan ontlenen. Zien we dat het steeds slechter gaat. Dat hun mentale welzijn echt naar beneden gaat. Dat zagen we ook 2 weken geleden met een studentenprotest. Zelf spreek ik ook veel studenten voor mijn andere werk. En zie ik dat depressies toenemen. Dat er zelfs psychoses plaatsvinden. Of zelfs zelfdodingsneigingen. Dat is heel heftig en dat gebeurt gewoon hier. En het is niet alleen studenten natuurlijk. Ook jongeren die geen veilig thuis hebben. Of misschien jongeren die werkloos geworden zijn. Maar toch ook even naar buiten willen. En in ieder geval ergens willen zijn. Daarvoor zou het heel goed zijn als het Forum, wat een mooi symbool is denk ik voor onze publieke ruimte, als dat open gaat. Kijk, het gaat het natuurlijk niet helemaal oplossen, maar het is in ieder geval, je doet iets aan verlichting en iets aan perspectief. Dus het is ook een belangrijk symbool voor en dat laten zien dat we het serieus nemen voor jongeren. Want ja, we zullen nog wel enkele maanden, vrees ik, hierin zitten. In totaal zijn er in het Forum en de universiteit ruim 1000 plekken beschikbaar voor studenten. De partijen denken niet dat dit genoeg is. Ik denk ook dat het belangrijk is om deze stappen te zetten, zodat je kunt zien van, nou, hoe groot is de behoefte, wat gebeurt er nog meer, wie komen erop af. En dat je vervolgens ook gaat kijken, kunnen bijvoorbeeld iets meer in de wijken, de plaatselijke bibliotheken en buurthuizen ook nog een grote rol spelen. Kunnen we daar het zo veilig mogelijk inrichten en misschien iets aan prioriteit geven voor jongeren die nu al zo lang thuis zitten en perspectief nodig hebben, denk ik.